Welkom bij First Class. Vandaag maak ik voor jullie kokkeltjes in witte wijn met dragon en kruidensla. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Gewassen kokkeltjes, kruidensla, dragon, groentebouillon, witte wijn. Dus we nemen de plastic pot. Het is een pot gemaakt voor in de microgolf te steken, waar je eigenlijk ook lekker kan in stomen of in bakken. Dus wat gaan we doen? We hebben hier groentebouillon. De groentebouillon die hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending en die vindt u terug op firstclass.tv. Dus we doen ongeveer 1 deciliter groentebouillon erin, 1 deciliter witte wijn, verse dragon. We gaan dat netje erop plaatsen. Nu nemen we de gewassen kokkeltjes. Die gaan we mooi erop plaatsen. Een klein beetje peper erop. Het dekseltje mag erop. En die gaan we nu in de microwave steken, de magnetron. Drie minuutjes. 900 watt. Alle aroma's die blijven erin. De dragon, de witte wijn, de groentebouillon. Het is mooi gemengd. Een beetje bijfris met citroensap. Nog de olijfolie. Kokeltjes in bord. Kokosje. Met olijfolie erop. Echt de pure zoutige smaak die je hebt van de kokeltjes. Dan gaan we nog afwerken met wat kruiden te kras. En dan kom maar krasjes vanuit de tuin. Kokkeltjes en witte wijn klaargemaakt in de microgolf. 3 minuutjes en klaar. Geen werk. Super lekker. First class. Tot de volgende keer. Smaak.